Welkom bij Downercut Live at the Beach, want zoals je ziet zijn we neergestreken in Zandvoort aan Zee, waar we genieten naast het circuit van een heerlijk racefeertje in de Orange Army Bar. Maar eerst even netjes dankjewel natuurlijk zeggen tegen onze vrienden van Premium Sports Treffen voor deze prachtige locatie. Ik ben Kander Broekers en bij mij in de studio heb ik een ware star-studded line-up. Ik kan niet anders zeggen. Ten eerste natuurlijk race-icoon Jeroen Blekemolen. Geweldig dat je er bent. Dankjewel. Dan hebben we Ernst Knors. Wie kent hem niet eigenlijk? Fireplay-analyst en ingenieur. Formule 1-ingenieur kunnen we wel zeggen. En daar is hij dan. Ik krijg wel onder tafel nou. Ja, daar is hij. Onze eigen hoofdredacteur Tim Kraai is ook overgevlogen uit de paddock. En nee, dat was geen woordgrap op je achternaam, maar heus niet. Dat moet je niet denken. Maar goed, we zitten natuurlijk midden in Zandvoort. En voordat we al dat nieuws bespreken wat we hier hebben gezien. We zijn natuurlijk ook heel eventjes de boulevard op gegaan om te proeven. Onze vliegende vogel Daniel was de hele dag downtown in Zandvoort om een race midden Nederland vast te leggen. Yes! Ja, dit gaat feest worden, dat dacht ik wel. Ja, we zijn al met de bus, we hebben al een paar pilsjes opgezellig. Dus, Lekker. En er gaan er nog een paar bij? Daar gaan er nog een paar bij zo meteen, ja, zeker weten. Sales, Missouri, McLaren. I'm actually AlphaTauri at the moment. Lewis Hamilton, how could you not? Charles Leclerc, right? Ferrari. Ja, klopt. Ja, ik kom hier voor Lewis. Hij komt altijd als laatst. Ja, het is natuurlijk wel een diva, hè? Dat weet ik. Dat hoort er ook wel een beetje bij. Je liep al zo langzaam, moet een Ferrari fan zijn. Die zijn wel op de studio geweest. Oh, leuk. Ja, toch blauw, meer blauw op straat, zeg maar. Ook in Zandvoort. Ook in Zandvoort. Max Verstappen, come on! Ja, even voor duidelijkheid. Die laatste was dus niet Daniel. Wel ongeveer dezelfde mentale leeftijd. eerlijk gezegd, het is toch ongelooflijk om te zien, hè, hoe deze sport leeft bij jong en oud hier in Nederland. En ik moest zo meteen aan jou denken, Jeroen. Jij bent hier natuurlijk opgegroeid eigenlijk in het asfalt, kunnen we bijna wel stellen. Dit moet voor jou natuurlijk helemaal fantastisch zijn om Zandvoort zo tot leven te zien komen. Ja, zeker. Dit is uniek. Dat realiseert denk ik iedereen zich die hier rondloopt. Je ziet het aan alles. Ik ben hier opgegroeid, ja. En we hadden vroeger wel grote evenementen. De Marlboro Masters Formule 3. Waar Jos Verstappen en Tom Coronel ooit nog wonnen en zo. Dat waren grote volksfeesten ook, vonden we. Maar dan had je het over 60.000 man. Ik heb zelf hier de A1 Grand Prix mogen rijden. Toen zaten er wel 100.000 man op de tribune ook. Maar dat waren niet zoveel tribunes. Iedereen in de duinen. Dus we hebben wel een paar van dat soort hele mooie feesten gehad. Maar hoe professioneel het hier staat. Het circuit herken ik niet meer terug. Dat is gewoon voor mij ook een compleet andere wereld waar je nu in loopt deze week. Dus dat is heel knap. Ja, het is ook grappig om te horen dat je zegt over de Marlboro Masters. Een van die 100.000 mensen daar, die was ik daar op de tribune. ongeveer dezelfde lengte. Ik maak de grap zelf maar vast, maar toch 25 jaar jonger. Volgens mij heb ik nog een gesigneerde poster van Tom Coronel liggen ergens. Ik vind het ook heerlijk om te zien hoe die stad tot leven komt. Maar Tim, jij hebt eigenlijk helemaal niks van de stad meegemaakt. Je hebt alleen maar op de paddock gezeten. Nee, ik rijd van huis en dan naar de paddock en weer terug. Dat is wat er gebeurt. Wat gonste daar zoal? Wat heb je daar opgevangen? Nou, genoeg eigenlijk. Speelde best wel veel. Je komt natuurlijk nu wel terug naar zo'n zomer. Dus eigenlijk was gisteren was verrassend rustig, moet ik zeggen. Iedereen vooral over nieuwe energie. En ik moet ook zeggen, de vraag hoe was je zomerstop, komt dan op een gegeven moment iedereen zijn neusgat wel uit, volgens mij. Ja. Maar ja, er spelen toch wel wat zaken. Nou, ik appte jou net even een waslijst met dingen die ik opeens bedacht op de tocht hier naartoe. Maar is toch, op de fiets schijnt het sneller te zijn. Maar lopend is het toch nog best wel een onderneming. Maar nee, ja, er zijn toch best wel wat zaken met als hoogte/dieptepunt. Op dit moment natuurlijk Ricciardo, die VT2 natuurlijk eindigde met een crash. De kans is toch wel groot dat hij de rest van het weekend niet meer in actie komt. Ja, Ricciardo, komen we zo dadelijk natuurlijk even over te spreken. Maar ik vond één wel heel pittig, hè. Guangyu Zhou, zijn geld zou op zijn. Zeg ik dat netjes? Ja, in ieder geval vanuit de Franse hoek. Nou ja, liggen daar natuurlijk wel linkjes met degene die dan mogelijk zijn opvolger zou worden, Theo Pourchaire. Maar uit Franse hoek kwam vandaag opeens naar buiten dat, rommelt het al wel langer daaromheen, zeg maar. En dat zijn geld op zou zijn. Nou, moet ik vragen me af in hoeverre dat het geval is. Maar het is op zich wel een logische overweging.
Want Theo Pourchaire staat bovenaan een Formule 2 kampioenschap, is Sauber talent. Het zou wel heel raar zijn als hij Formule 2 kampioen wordt straks, dat je straks met de naam Sauber gaat racen, wel of niet met al Audi sponsoring, ja, dat je dan niet je Formule 2 kampioen rookie doorschuift. Ja, zeker. Door naar Ricciardo. Wat is het laatste nieuws? Nou ja, het laatste nieuws. De NOS meldt zojuist dat er al sprake zou zijn van een breuk in zijn hand. Dus dat hij de rest van het weekend niet meer in actie zou komen. Ik check kort mijn telefoon, maar ik heb zelf de bevestiging nog niet. Dus vanuit het team is dat nog niet officieel bevestigd op het moment dat wij hier nu zitten. Maar ja, dat is wel een sneu nieuws. Wat ik wel net hoorde is dat Liam Lawson de mogelijke vervanger kan zijn. Maar die zat al bij de rijdersbriefing net. Dus die zijn ze aan het klaarstomen om eventueel die plek over te nemen. Ja, die loopt hier natuurlijk ook rond. Hè? Want Nick de Vries werd dan ook genoemd van, oh, kan hij dan weer terugkomen? Maar ja. Liam Lawson is de reserve en ja, hij is hier toch aanwezig. Dus. Het is toch bijna cynisch, hè, dat hij dan... Nou ja, hier had hij dan alsnog in die auto kunnen stappen. En dan, dat, ja, het logisch dat ze hem niet opnieuw alsnog in die auto zetten. Maar het is wel extreem zuur voor Nick de Vries, lijkt mij in ieder geval. We kunnen wel even naar die crashes gaan kijken. Zowel Ricciardo als Piastri vlak achter elkaar eraf daar. Michel, kijk heel even... Sorry, Jeroen. Ik kijk ook even naar jou. Die bocht, jij kent hem? Wat gebeurt daar? Is het vergelijkbaar wat Ricciardo en Piastri daar doen? Ja, het is natuurlijk een rare bocht. Het is een kombocht. Dat kennen we eigenlijk niet zo van normale circuits. Je hebt veel meer druk naar beneden. En die bocht wordt steeds steiler. En bovenaan is hij dan vrij vlak weer. En als je over dat kantelpunt gaat, dan word je als het ware afgeschoten. En je zag bij Piastri dat hij in één keer de achterkant kwijt is. En dat is dan ook, hij breekt sneller uit, omdat die auto echt in de grond wordt gedrukt door die kombocht. En als het dan fout gaat, ja, dan is het ook heel moeilijk op te vangen. Ricciardo die had meer onderstuur. Maar die schrok volgens mij ook meer van het feit dat die auto daar stond. Want dat was toch de lijn waar je eigenlijk rijdt. En als je eenmaal gecommit bent voor die bocht, ja, dan kun je ook niet meer afremmen. Want het gaat een soort van naar beneden. Je rijdt je kuil in en dan schiet je gewoon omhoog. Hij zei ook dat hij hem te laat zag. Hè? Ja. Ricciardo zag Piastri te laat staan. Dus ja, dan heb je eigenlijk geen ruimte meer om ergens heen te gaan. Nee. Je kan bijna niet ontwijken. Hij leek ook wel bewust juist de buitenkant te kiezen. Want hij zag natuurlijk wel het geel volgens mij. In ieder geval in die herhaling zag je wel dat hij... Of hij dat heeft gezien, weet je natuurlijk niet. Maar hij kwam wel geel tegen. Maar ik vond het wel raar zijn keuze voor de buitenkant, zeg maar. Als je dan... Ja, je hebt daar geen run-off. En wat je zegt, als je daar naar boven stuurt, dan weet je eigenlijk dat je een crash gaat hebben omdat de baan wegvalt. En het is natuurlijk nog raarder als hij zijn hand gebaseerd heeft. Dan heeft hij waarschijnlijk zijn hand in het stuur gehad. Ja. En dan krijg je de typische IndyCars crash, hè, dat je de ovals, dat je zo gauw je gaat crashen, je handen van het stuur, ja. Want anders dan breek je iets. En dat schijnt allemaal erop te wijzen dat hij gewoon een beetje te laat gereageerd heeft. Ja, je zag hem inderdaad zijn hand zo'n soort van op het stuur hebben inderdaad. Ja. En toen, ja, dat stuur slaat terug. Zuur voor hem natuurlijk. Is dit een extra gevaar van dit soort banked corners? Of moeten we daar niet al te lang mee stilstaan en gewoon pech hebben? Ja, dit is een beetje pech. Die bocht natuurlijk is misschien uitdagender op een andere manier, omdat je die rare G-kracht hebt naar beneden. Ja, het gaat dan niet eens zo heel hard. Dan zou je kunnen zeggen, dan is de Arie-Luijndijk bocht misschien gevaarlijker. Maar dat is weer heel makkelijk vol gas met een Formule 1 auto. Dus ja, ik vind het zeker niet gevaarlijk. Nou, daar ga ik meteen over inhaken. Morgen in de regen ook, of overmorgen in de regen ook, makkelijk vol gas? Met een volle auto? Het zit wel eigenlijk. Er zit best wel veel downforce in deze auto's. Hè? Dus ik denk dat het... De mechanische grip, omdat je eigenlijk in de kom zit, die wordt er ingeduwd. Je hebt niet heel veel laterale grip nodig, dus je wordt eigenlijk in die bocht ingeduwd. Dus ik denk dat het wel redelijk snel kan gaan, maar ik zou niet erop zweren dat het allemaal vol gas kan gaan. Maar ik vind die Hunolsbocht, die bocht 3, ik vind het een van de gaafste bochten om te kijken hoe die auto's werken. We zagen ook Max bijvoorbeeld daar een momentje hebben, terwijl die uitaccelereert. En die bocht zit er best wel een beetje een paar hobbels in. Ja, en dan zie je die auto echt bewegen en over de curbs gaan. Ja, ik vind het een hele gave bocht om te zien hoe dit soort auto's daar doorheen gaat. Wat valt jou daar dit weekend dan op? Ben ik dan wel benieuwd naar. Nou, ik had eigenlijk altijd het vermoeden dat je meerdere lijnen in die bocht kon rijden. En dat is niet dit weekend alleen, maar je ziet toch dat er eigenlijk wel maar één snelle lijn is. En dat ligt ook een beetje aan hoe dat de camber in die bocht, hè, dus dat die helling van die bocht, hoe dat verloopt. Volgens mij was ook een keer de bedoeling om die bocht onderin ook nog steiler te maken. Dus dat je ook een lijn onder door die bocht kan hebben. Maar dat hebben ze nog niet gedaan. En ja, dat kan jij beter vertellen, Jeroen. Volgens mij is er eigenlijk maar één hele snelle lijn.
Ja. En dat valt me een beetje, zal ik maar zeggen, op. Maar vooral het bewegen van de auto, als je hem een beetje fout krijgt dan in die bocht, dat zie je echt dat de rijders daar op de limiet zijn. En dat is mooi om te zien. Nou, je zag bij Verstappen inderdaad op een bepaald moment, redelijk vroeg zelfs nog in de vrije training, in de eerste vrije training, zag je hem daar best wel vechten met die auto. Wat gebeurt er met zo'n auto op dat moment als er, want je hebt die camber natuurlijk en je hebt die hobbel daar. Ja, ik denk dat je, het is een beetje, je rijdt niet helemaal altijd bovenaan die bocht. Dus je gaat eigenlijk een beetje omlaag, gaat omhoog en dan weer uitaccelereren over die curb. En het is net bovenaan die bocht waar het wegdek eigenlijk een beetje afvlakt. Ja, als je daar iets te ver komt, ja, dan raak je eigenlijk gelijk die balans in die auto kwijt. En dat is, ik denk dat bovenin de bocht het snelst is. Maar als je net even iets te ver gaat, dat je dan gelijk in het probleem zit. Dus dat maakt die bocht best wel spannend, denk ik. Ja, en als je kijkt vorig jaar, Verstappen pakte pole met een kleine marge. Maar hij maakt het verschil in die bocht vorig jaar. En je hebt eigenlijk, dit is denk ik de enige bocht waar we naar track limits hoeven te kijken. aan de andere kant, als je vier wielen buiten de witte lijn gaat daar, dan is het vaak ook wel de muur. Ja. Maar Verstappen ging vorig jaar, als je terugkijkt, Q3 reed hij echt op de limiet, zeg maar, met bijna vier wielen eruit, maar net niet. En dat moet je ook durven. Dan moet je echt vertrouwen hebben dat je dus die auto zo plaatst dat je net niet letterlijk uit de bocht vliegt. Dat deden er maar weinig. Ik zag wel vandaag dat iedereen wel aan het experimenteren was hoe ver je wil gaan. Maar daar kun je dus net een tiende, een half tiende pakken, zeg maar. Ja. Mij viel ook op dat die balans bij Verstappen, daar leek hij toch nog wel een beetje naar te zoeken. Dat hoorde je ook min of meer over de boordradio hier en daar. Is dat heel circuit-specifiek? Dat hij juist hier zo ontzettend zoekt naar die balans? Ook omdat het een soort rollercoaster is met veel camber? Hij maakte zichzelf niet zo heel veel zorgen na de sessie. Daar stond hij nog heel even kort voor F1 TV, waar wij dan even bij kunnen gluren. Maar daar was hij redelijk kalm. Kijk, wat je bij Verstappen heel erg merkt, is dat hij eigenlijk alles wat hij voelt, merkt, ja, laat hij direct weten over de boordradio. Waardoor het soms heel erg kan overkomen alsof hij het echt een shitbox vindt. Maar het is meer gewoon juist even die input geven om te laten zien van oké, hier moeten we wat aan gaan werken. Maar ja, zoals ik hem hoorde, maakte hij zich totaal geen zorgen, volgens mij. Ik denk wat wel een factor was, dat weet jij misschien ook weer beter, Jeroen, de wind. Hè? We stonden op bepaalde punten op het circuit en dit circuit, het waait natuurlijk best wel hard. En ik denk als die wind niet constant is, die kracht van die wind niet constant is, dan is je auto eigenlijk altijd net even iets anders. En deze auto's zijn zo aero gedomineerd. Dat als je een beetje de wind van een andere richting komt of minder intens, dat je gelijk een andere balans in die auto hebt. En ik denk dat best wel veel mensen, weet je wel, ook het aanrennen voor de, wat is het, bocht 11, daar zijn best wel mensen die er afgaan. En denk je, het ziet een beetje oenig uit, maar dat kan best wel met die wind te maken hebben, denk ik. Ja, en die wind gaat hier ook een beetje om de duin heen soms. Dus bijvoorbeeld, ik weet het zelf dan uit eigen ervaring, als je de Arie Luijendijk doorgaat, dan soms kom je bijna het rechte stuk op en in één keer krijg je de wind erbij. En dan neemt die auto zo echt een stap. Nou is dan de Formule 1 auto op droog niet zo erg, want hij is makkelijk vol gas. Maar dat heb je op meerdere punten. Schijfvlak is ook zo'n punt waar je echt natuurlijk een lange bocht maakt en waar die duinen de wind een beetje tegenhoudt. En als je dan in één keer die wind wel op de neus krijgt of van achter, ja, dat doet heel veel. En hoe zit dat nou met, hoeveel last heb je van het zand wat die baan opkomt? Want ook aan het begin van deze sessie merkte je weer, je hebt er eigenlijk bijna niks aan. En morgen zal je dat helemaal hebben. Je hebt er bijna helemaal niks aan dat er al is gereden, volgens mij. Of valt dat mee? Nee, ik denk dat is eigenlijk het fundamentele van dit circuit. Er ligt zoveel zand en er is zoveel wind. Die baan rij je eigenlijk nooit schoon. Je hebt de andere circuits, weet je wel, die zijn stoffig en zanderig omdat er lange tijd niet op gereden is. Maar hier heb je eigenlijk continu zand wat de baan opwaait. En je ziet het heel goed als iemand op het rechte stuk even uit de racelijn gaat om iemand in te halen. Ja. Dan zie je gelijk het stof opwaaien, zou ik maar zeggen. En dat blijf je volgens mij ook houden. Dat gaat niet heel snel weg, zeker zolang de wind over die duinen blijft gaan. Dus ik denk dat het is natuurlijk al sowieso een beetje een krap circuit, zullen we maar zeggen. Maar die racelijn is eigenlijk nog nauwer, omdat je zoveel zand offline hebt. En dan komen dan in de race ook nog eens al die marbles bij, omdat je hier hoge bandenslijtage hebt. Dus de echte effectievere lijn op waarop gereced kan worden is best wel nauw. En het is al niet het breedste circuit op de kalender. Ik blijf het fantastisch vinden. Ook om te zien hoe groot die auto's zijn geworden. Want het circuit is wel iets breder geworden dan het vroeger was. Maar als je naar beelden van vroeger kijkt, zie je ze gewoon makkelijk naast elkaar door de Tarzanbochten zo gaan. En met deze auto's denk je, als het lukt, dan krijgen ze allemaal een pluim deze race. Norris de snelste. Hoe moeten we dat duiden?
Nou, ik denk, we hebben het vanochtend gezien, hè. Dus sowieso McLaren heeft... Het verhaal van het seizoen is eigenlijk Aston Martin begint heel sterk en zwakt iets af. En daarna heb je het verhaal, McLaren ontwikkelt de auto, hebben vroeg erkend, er zitten fouten in, gaan ontwikkelen. En de auto wordt echt sneller. En wordt echt sneller omdat hij op 3 verschillende circuits eigenlijk al een stap vooruit heeft gemaakt. Hè. Boedapest, wat was het, Oostenrijk en Spa. Ja, en uiteenlopende circuits ja, ook precies, nog. Ja, precies. Dus het is niet een, oh, de auto ligt goed op een low downforce circuit. Nee, het is echt substantieel en constant een stap vooruit. En je ziet dan vanochtend, dan hebben ze dus die pauze in de zomer gehad. En dan komen ze terug en dan hebben ze een volledig aero rack op de ene auto. 2 verschillende achtervleugels. Zij zijn echt vol aan het ontwikkelen. En vooral die vleugel, die achtervleugel die ze gebracht hebben. Ik denk dat een van de zwakke punten van die auto nog steeds was de topspeed. Ze hadden in Spa eigenlijk een hele goede downforce, maar verloren te veel topspeed. Dus te veel drag. En je ziet nu dat ze qua topspeed in de top 3 zitten. En dat is best wel een knappe ontwikkeling. En ik denk niet dat zij op het niveau zijn dat ze Red Bull echt gaan uitdagen. Maar ze zijn wel significant weer een stap vooruit gegaan. En dat is mooi om te zien. Hoe kijk je daar was het ook wel een beetje die achtervleugel natuurlijk. Daar hebben ze toen echt volop gegokt met een low downforce. Ja, op een achterbaan natuurlijk. Maar je ziet dat ze op die achtervleugel nu ook aan het focussen zijn. Hè? Want die achtervleugel die volgens mij op Norris zijn auto zat. Of op Piastri zijn auto zat met die gap tussen de wing endplates in. Ja, dat is precies iets wat andere teams ook hebben gedaan om wel de downforce te houden, maar minder drag te hebben. En dat is, zij maken de logische stappen met hun ontwikkeling wat dat betreft. Je had het net heel even over de summer break en dat stond helemaal niet in drijving, maar ik vind het wel leuk om even daarop in te haken. Hoeveel gebeurt er nou wel of niet achter de schermen tijdens een summer break? Want officieel moeten de deuren natuurlijk dicht. Maar ja, en die gaan ook dicht. Formule 1 is Formule 1. Ja, kijk, de summer break is echt iets wat ingebracht is al een paar jaar geleden. En er zijn gewoon, er worden checks gedaan op je e-mails en whatever. En de fabrieken zijn ook dicht. En, maar ja, je hersens zet je niet uit. Of jij nou in je hangmat onder de palmboom ligt. Of je zit achter je computer in het bureau. Dus ideeën worden verder ontwikkeld. En ik denk wel dat het een periode is waar mensen even iets gas terugnemen. Maar daarna kun je wel weer de ontwikkelingen die je al in de pen hebt zitten en die misschien in productie zijn gegaan, gewoon op zo'n auto brengen. Je ziet McLaren is daar een heel goed voorbeeld van. Ja. En ik vind summer breaks vind ik heel gevaarlijk. Want als je ingenieurs vooral, rijders misschien iets minder, maar als je ze te veel tijd geeft, gaan ze te veel nadenken. Dan gaan ze allerlei dingen verzinnen en dan gaat het meestal fout. En dat, weet je wat, daarom was de gevaarlijkste dag in Formule 1 ook altijd de vrijdag in Monaco. Dan had je niks te doen. Dan gingen allemaal dingen verzinnen wat we nog meer kunnen doen. Dan ging het gegarandeerd altijd fout. En, maar ja, goed. Toen noemen ze een voorbeeld. Ja, nu noemen ze een voorbeeld. Nou, wij hebben met BMW Williams, wij waren daar op een donderdag en dat ging allemaal goed. En toen zeiden we op de vrijdag, weet je wat we doen? We testen gewoon de spare ECU's nog een keer. Dus dan start je alle motoren weer op. En 1 ECU erop, oh, stuk. Verdorie, hoe kan het nou, hè? ECU gewisseld, weer stuk. Oh, het ligt aan de lambda-sensor. Lambda-sensor gewisseld, weer stuk. Dus dat was eigenlijk de lambda-sensor die de ECU stuk maakte. En voordat we erachter waren, waren er 3 ECU's vernield. Dus dat zijn die dingen die je normaal gesproken nooit zou gaan doen. Wie gaat nou de spare elektronica testen? Ja, maar ja, dat gebeurt dan op een vrijdag in Monaco. De gevaarlijkste dag van de hele kalender. Ja, ECU, de Electronic Control Unit. Ja, de computer die de motor bestuurt. Kijk, dat is leuk voor de kijkers die net inkomen stappen natuurlijk. Maar hintend, waar jij natuurlijk op hint, die hersens blijven aanstaan natuurlijk. Hè. Weet je, als je het boek van Newey ook leest, weet je, in de gardening leaves die hij heeft gehad. Ja, weet je, dan zegt hij ook van ja, we mochten niks doen. Maar wel naar een cafeetje geweest om even te babbelen over hoe hij dacht over hoe de auto zou moeten. Weet je, dus dat soort dingen hou je natuurlijk niet tegen. Maar ik merk wel, ik sprak James Files vanochtend van Williams. Die is wel echt gewoon 2 weken op vakantie geweest. En hij zegt ja, tuurlijk staat mijn hoofd aan en af en toe krijg je nog wel eens een mailtje. Maar het is eigenlijk ook wel lekker dat je gewoon even 2 weken alles uit kan zetten. Ja, lijkt me wel. Ja, ze zijn natuurlijk 24/7 zijn ze bezig. Nou, dat lijkt me vooral met name voor de mechanics en inderdaad de teammembers, zullen we zeggen, heel gezond om eventjes 2 weken ertussenuit te mogen. Denk ik, wordt veel naar Formule 1 coureurs gekeken, maar ja, vrees dat die toch al iets meer vrij hebben dan de meeste monteurs. De coureurs zijn, zijn eigenlijk de makkelijkste, weet je wel, ze hebben het makkelijkst. Er wordt heel veel voor coureurs gedaan, hè. Ja.
En ze verdienen het ook daar niet van. Maar ik ben engineer... zo blij dat je dit zegt. Ik heb dit zitten betogen in de podcast. Werd ik in de comments afgemaakt. Maar nu heb ik jou aan mijn kant. En dit is de man die het woord laterale grip heeft geïntroduceerd in de Undercut podcast. Na meer dan 150 afleveringen voor de eerste keer hebben we dit woord. Dus ik eis bij deze ook enige credibility op. Jij noemde net James Files. Williams zat er goed bij vandaag. Rijden ze gewoon minder benzine? Wat is jouw idee daarover? Ja, de man hier naast me had het net ook al even over voordat we gingen opnemen. Maar dat vermoeden heb je toch haast wel, zeker op deze baan. Aan de andere kant, ik zit nou te bedenken, was het Hongarije waar ze toen ook... Er was een race waar ze toen ook heel verrassend op de vrijdag er heel goed bij stonden. Maar ik weet niet of dat zich toen omzette in het weekend. Nee. Maar ja, daar heeft het wel alle schijn van. Maar ja, ook daar maken ze wel goede stappen vooruit. Hè. Dat is ook voor de zomerstop al geweest. Maar in ieder geval wel leuk om die Sargent erbij te zien. Niet omdat ik hem toevallig heb gesproken dit weekend. Hoor, maar ik denk ook dat de Sargent, wat is het, 13-0 voor Albon in qualifying? Die heeft alles verloren. Dus ik denk dat ze daar gewoon gezegd hebben, jongens, we moeten jou gaan helpen en we moeten met qualifying jou vooruit helpen. Dus ze zijn redelijk vroeg op een rode band gaan rijden. Ik denk ook lichter dan normaal. Ja, en dan laat je teamgenoot dat ook doen. Dus ik denk dat het ook een logische stap is om dat te doen. En het andere wat je niet moet vergeten is dat het sowieso heel dicht bij elkaar zit. Dus een korte baan, hè, de delta's tussen de verschillende rijders zijn vrij laag. Dus als je er 10 kilo uitneemt, dan is het wel gelijk weer een groter effect. Dus ik denk wel dat ze aan de lichte kant waren. Ja. En überhaupt kwalificatierondjes rijden op dit circuit, Jeroen. Ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt, maar volgens mij is dat echt een drama. Zeker in een training hier. Qua voor een coureur is het wel een van de mooiste dingen om te doen hier, de kwalificatie. Waar het over de baan heel smal is. Ja. Inhalen is hier gewoon echt moeilijk. Theoretisch gezien kun je eigenlijk alleen maar met de DRS inhalen, want het is gewoon te smal. Dus als je er dan echt naast kan komen door DRS, dan kan het. Anders gaat het gewoon echt absoluut niet. Maar dan juist die kwalificatie om het in Q3 morgen goed te doen. Ja, dat is echt hartslag 200 voor die jongens. Maar in Q3 heb je iets meer ruimte. Je zag er vandaag toch ook wel, het is zo druk op die baan. Ja, we hebben veel momenten gehad vandaag dat alle auto's op de baan waren. En dan is het gewoon heel moeilijk. En dan heb je ook nog eens dat bijna alle rijders steeds één rondje aanzetten en dan weer van hun gas gaan. Tweede training was wat meer longruns, dus dan is het iets meer verdeeld. Maar het is een hele korte rondetijd. Bijna de kortste van de kalender. We hebben Red Bull Ring is 1 minuut 4, zoiets. Ja, hier kom je net onder 1.10, 1.9 misschien morgen, misschien 1.8. Wat was het vorig jaar? 1.9, 1.10. Oh ja, in ieder geval 1.88 was het eerste jaar. Verstappen Pol. 1.10.3. Dus vorig jaar langzamer. Ja. Maar ja, dat kan dan ook weer wind, zand, de baan, alle factoren die erbij komen. Het zal dit jaar niet sneller gaan, denk ik, met de omstandigheden en temperatuur. Vorig jaar, de afgelopen 2 jaar was het toch wel een stuk warmer. Ja, maar het is als het wat koeler is, heb je natuurlijk wel wat meer vermogen. Maar het is heel erg afhankelijk van hoe die baan zich ook ontwikkelt. Die baan gaat zeker tijdens de wedstrijd, wordt die beter. Want dan komt er echt wel een beetje rubber te liggen op de lijn. Maar dat is dan inderdaad dat hele dunne lijntje waar je kan rijden. Maar dan rijden natuurlijk steeds 20 auto's die echt als stofzuigers werken. Dus dan gaat het zand er misschien wel een beetje af. Maar ja, nu ligt het er weer stil bij. Dus nu, ja, dan kan het sneller gaan in zo'n kwalificatie natuurlijk. Ja, want dat heb je wel. Kwalificatie wordt natuurlijk ook veel gereden. Ja. Dus dan wordt de baan ook gedurende de kwalificatie beter. Als het natuurlijk droog is, want dat is absoluut niet zeker. Nee. Wat is jouw snelste ronde eigenlijk op dit circuit? Ja, ik had pole met de A1 Grand Prix, dat was 1.24. Dus dan kom je nog wel een stukje tekort. Maar op het oude circuit? Dat was het oude circuit, dus de baan is nu denk ik iets sneller inderdaad. En het zal nog wel een seconde of twee kunnen schelen misschien. Maar dat ging echt hard, want ik weet nog wel, die auto's hadden geen stuurbekrachtiging. Dat is ook wat de jongens in de Formule 2 mee te maken hebben. Dat is als je door het schijfvlak gaat, ik moest toen echt, ik ben niet heel gespierd. Ik moest echt mijn arm tegen de monocoque laten steunen. Dus ik stuurde in en dan liet ik gewoon mijn elleboog. Ja, dan hield ik de linkerkant was dan met rechts maar een beetje corrigeren. Maar het was zo zwaar. En ook zo'n race dan, de hoofdrace was toen nat, dus dat scheelde. Maar het was echt hard werken. Leuk man, ik krijg helemaal zin om zelf te gaan racen. Maar dat kan ik helemaal niet. Dus, één ding, Ferrari zat er niet echt bij. Hadden we dat verwacht? Ik had verwacht dat ze op een circuit als Zandvoort nog wel iets beter zouden kunnen presteren, maar... Hoe kijken jullie naar? Nou, ik denk dat Ferrari eigenlijk het tegenovergestelde van Williams heeft gedaan. Dus hun focus ligt echt op de long runs. En ze zijn ook heel lang op harde en medium banden blijven rijden.
Ik denk ook Ferrari sowieso, als je kijkt hoe zij hun motor gebruiken, normaal gesproken op vrijdag draaien ze hun motor niet volledig open. Ik denk dat zij morgen nog wel een stapje naar voren gaan maken. Of ze er echt helemaal bij zitten om voor de, zoals vorig jaar, voor de pole te gaan vechten, dat weet ik niet. Maar ik denk dat deze vrijdag een beetje vertekent van, wat stonden ze, 11e of zo? 11e en 16 volgens mij. Ja, dus dat is niet een echte, echte pace. Zie je hem wel in de top 6. Nee, die long run was inderdaad wel goed, want zij reden eigenlijk ook op de zachte band volgens mij. Of was één van de twee... Misschien wel alle twee hebben op de zachte band gereden. Ik duik er schat nog helemaal in. Dan is het te lezen op de website. Maar zij reden ongeveer 1.16.5 op die zachte band. Nou, Verstappen die was wel even een klasse apart. Die zat op 15.8, 16.1 zeg maar op de zachte band. Maar Norris reed om en bij diezelfde tijden 16.2, 16.3. Dus ja, je zou inderdaad zeggen dat, dat Ferrari wel een beetje verstoppertje heeft gespeeld als het gaat over één ronde. Want normaal gesproken zijn ze over één ronde nog sneller dan dat ze in de race zijn. Ja, precies. Je noemde net al heel even de long runs en de echte analyse moet je nog maken. Zijn er wel alvast dingen die je daaruit kunt delen? Nou ja, wat ik net eigenlijk zeg. Heel veel wel verschillende bandenkeuzes. Normaal zie je toch echt wel, iedereen gaat op zacht of medium, zeg maar twee keuzes. Maar nu, je hebt coureurs op zacht gezien. Je had een groepje Norris, Sainz volgens mij, Verstappen, die reden op zacht. Je had een grotere groep op mediums. Red Bull had hem ook weer gesplit, want Perez reed op medium. Daar zag je een groepje. En je had er ook nog een paar die op hard reden. Nou ging dat volgens mij echt voor geen meter. Dus ik denk dat ze zullen opteren voor de zachtere banden. Maar maar eigenlijk net als wat je ziet bij het over één snelle ronde. Je moet er wel echt even goed induiken. Wil je echt de verschillen gaan zien? Want het ligt zo dicht bij elkaar. Ze rijden allemaal wel 1.16, 1.17 laag. Ja. Het is net alsof we het over schaatsen hebben. Maar nou, het is ongeveer dezelfde rondetijden per ronde inderdaad. Het weer, daar komen ze dadelijk nog even over. Maar er valt waarschijnlijk nog vrij veel regen. De kwalificatie zal op een iets groenere baan dus ook plaatsvinden. Heeft dat heel veel effect hier op Zandvoort? Of zeg je van, nou, dat zou ik niet al te veel berekenen? Nou ja, goed. Soms spoelt het een beetje schoon, gek genoeg. dat er weer wat zand wegspoelt. Maar het heeft altijd invloed, regen. Het rubber wat er neergelegd is, gaat langzaam weg. Maar het heeft hier ook, het hangt hier echt ook nauw samen met de wind. En het gaat een hoog op en neer, deze baan. Dus je hebt ook plekken waar het water soms blijft staan, waardoor het juist weer een beetje vies blijft. Dus het is heel wisselend hier op dit circuit. Dan duiken we toch meteen even door naar de voorbereiding van morgen. Ik ben natuurlijk geen Peter Timofeev, maar wat ik er in ieder geval uithaalde was dat morgen de kwalificatie redelijk droog lijkt te zijn, maar dat er voor die tijd wel regen gaat vallen. De race daarentegen is zeer waarschijnlijk dan wel weer een natte race. Hoe kijken jullie daarnaar, de kwalificatie van morgen? Wie zijn de kanshebbers, behalve Verstappen? Ja, het zijn, het is moeilijk. We zijn net al een paar keer, het zit heel dicht bij elkaar. Dat zit het eigenlijk het hele jaar al. En er zijn veel verschuivingen geweest. Je hebt natuurlijk... Ik verwacht ook dat Ferrari wel iets verder komt dan wat ze nu staan. McLaren zit er toch wel weer goed bij. Mercedes, ja, kunnen ook zomaar weer gewoon een goede dag hebben. Dus het zit gewoon heel dicht bij elkaar. Ik denk dat een Perez, als het een normale kwalificatie is, op moet passen, dat hij er wel gewoon staat op de eerste rij. En Verstappen, als hij geen fout maakt, dan moet hij er gewoon staan. Of het dan regent of niet. Die is eigenlijk onder alle omstandigheden op dit moment wel gewoon oppermachtig. Perez gaat het hier wel heel moeilijk hebben, vrees ik. Ja, die had het vandaag al zwaar. Die verschillen zijn hier zo klein. Ja. En dit is natuurlijk ook niet echt zijn baan. Dat is gevaarlijk. Hij zei donderdag van wel, maar hij verwoordde het goed. Er werd hem gevraagd van, is dit een baan die jou ligt? Nou, iedereen weet natuurlijk, dit is niet een baan die hem per se ligt. Nou, antwoorden, ik kan hier goed presteren. Nou, dat is wel mooi natuurlijk. Maar die gaat het wel lastig hebben hoor, want Norris was natuurlijk echt bloedjesnel. Verstappen stipte zelf ook de McLaren's aan, dat die toch eigenlijk op elke band wel heel erg snel waren. Mercedes hebben we eigenlijk nog niks van gezien vandaag. Ferrari nog niks van gezien vandaag. Aston Martin heel wisselend, vond ik. In eerste vrije training zat Alonso er natuurlijk bij. Tweede vrije training nergens. Ja. Longen weet ik niet. Ook wel een grote update die ze gebracht hebben, hoor, die vloer. Van ja, die hele vloer is vernieuwd. Nieuwe diffuser. Ja. Ik heb proberen wat foto's te schieten, maar is toch altijd wel wat lastig. Want ze zetten natuurlijk net zo dat je net niet die diffuser kan zien.
Maar ja, die hebben wel een grote... Maar moest ook wel, want... Ja, ze hebben de hele tijd niks gedaan. Maar dat is dan, je moet dan ook op zo'n vrijdag... moet je ook dat wat je gebracht hebt leren wat dat doet. En, ja. En misschien dat ze daaruit morgen wel wat halen. Ik vond ze in de Free Practice 1 eigenlijk goed erbij zitten. Maar Dennis, wat je zegt, die top 6 en de top 10 eigenlijk... die zit zo dicht bij elkaar, dan komt het echt op de details aan. Hè. Wie heeft de juiste bandenkeuze? Wie heeft de beste preparatie op de outlap? En ik denk dat het morgen heel spannend geworden. Achter Max. Ja, achter Max. Natuurlijk eigenlijk ook voor Mercedes zo. Want Mercedes kwam ook met 3 nieuwe onderdelen. Ja. Die hadden Sipod inlets, nieuwe beamwing. Dus kan voor beide wel gelden inderdaad. Ja. Jeroen, ik sluit met jou af vandaag. Jij als Zandvoorder in hart en nieren. Wat was jouw Zandvoort moment van de dag vandaag? Op moment van de dag, ik denk toch de crash, hè? Met name dan Ricciardo. Je ziet dat Zandvoort is een uitdagende baan. Oké, het is de kombocht, maar het had net zo goed ergens anders kunnen gebeuren. Je hebt hier geen ruimte om fouten te maken. En dat maakt het juist zo mooi. Ik mis dit soort circuits op heel veel plekken in de wereld. En ik race veel in Amerika op dit soort circuits ook nog, gelukkig. Ja. En Zandvoort is echt wel een van die topbanen. Kijk, dat horen we graag. Jeroen, Ernst, hartstikke bedankt voor jullie, jullie komst vandaag. En natuurlijk ook heel erg bedankt voor het kijken. Dit was onze eerste aflevering van de Undercut Live at the Beach. Morgen zijn we om exact dezelfde tijd weer terug, namelijk om 8:00 live. Mike, let's go, sir. Hallo.